De Zo Word Je Steenrijk podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Nestor Smart Finance, Era Focus Makelaars, Financiering Regelen en Rox Legal. Je moet gewoon lekker in je vel zitten elke keer om het beste uit jezelf te kunnen halen. Het enige wat ik wel wil zeggen is dat ik heel blij ben dat ik die investeringen heb gedaan. Ja. Omdat dat is wel een goed vangnet geweest sinds ik gestopt ben. Kwetsbaarheid is een kracht en geen zwakte. Geld is... Het maakt het leven gewoon een stukje makkelijker. Ja. Maar maakt het gelukkig? Geen idee. Je wilt financiële vrijheid, maar je hebt altijd geleerd. Heel veel geld en rijk zijn. Helemaal verkeerd. Maar dat is niet de mindset. We gaan je inspireren. Met bakken kennis. Heel veel nieuwe dingen leren. Ga voor die verandering en een frisse kijk. Of geld gelukkig maakt, dat hoor je nu. In Zo Word Je Steenrijk. We zijn er weer. Het is weer een nieuwe week. En dit is weer een nieuwe Zo Word Je Steenrijk. De podcast van Nederland waar we met bekende en minder bekende mensen spreken over onderwerpen zoals geld, mindset, vastgoed beleggen en nog veel meer. Mijn naam is Martijn van den Berg. Ik ben de host van deze podcast en tevens ook mede-eigenaar van het bedrijf Vrijheid Vastgoed. Van waaruit we al meer dan 1200 Nederlanders helpen en inspireren bij hun eerste stappen in het vastgoed beleggen. Met mijn gast van vandaag gaan we het zeker ook hebben over onder andere vastgoed beleggen, maar heel veel andere onderwerpen. Hij is voormalig profvoetballer. Hij is vastgoedbelegger en met zijn podcast samen met Edson Braafheid Building Bridges en hun foundation, hun stichting Play Mental, wil hij nu het thema mentale gezondheid bespreekbaar maken en daarmee jongeren vooral helpen en beter maken. Ik heb het natuurlijk over Gianni Zuiverloon. Zo, mooie intro. Dankjewel, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Niet heel erg lang geleden dat Ryan Babel hier ook zat, een goede vriend van je. Klopt. Klopt, of vanuit de jeugd. Jeugdvriend, ja. Jeugdvriend. Dus, sinds een jaar of 12 kennen we elkaar al. Ja, mooi. Ja. Hey, welkom. Ja, jij zit mede podcastmaker tegenover mij. Ja, daarom. Ik zit te kijken hoe je dit doet. Ja? Hoe de intro is. Nee, ging, je doet heel goed. Soepel. Dus ik kan ervan leren. Dankjewel. Ja, ben jij steenrijk, Gianni? Oh ja, die vraag, hè? Ja, je wist dat die kwam. Ik ben steenrijk. Maar steenrijk is voor mij niet uit te drukken in geld, maar meer in gezondheid en in geluk. Dus ik ben super blij dat degene die ik lief heb, dat ze gezond zijn, waarvan ik hou, familie, vrienden, mijn kind, dat die gezond zijn en gelukkig zijn. En dat is voor mij meer waard dan geld. Dus ik kan met... uit volle borst zeggen, ja. Ja, ik ben steenrijk. Ja. Mooi. Het klinkt bijna als een formule. De geluk, gezondheid en geld. De drie G's. Ja, eigenlijk wel. Ja, inderdaad. Maar ja, je moet eerst... ik zeg geld maken, dat komt vanzelf. Je moet eerst doen waar je gelukkig van wordt. En waar je prettig bij voelt. Dat je mentaal gezond bent. Ja. En als je doet wat je leuk vindt, dan komt het vanzelf. Ja, is dat echt een gevolg van? Dus als jij gewoon je hart volgt en doet wat je leuk vindt, dat het daarna dan wel volgt. Dat het geen doel op zich moet zijn. Nee, ik denk dat het geld maken op zich, dat moet nooit het doel zijn. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Hè. Niet iedereen kan even makkelijk geld verdienen en staat in die positie om dit te kunnen doen. Voor heel veel moet je gewoon keihard werken om iets te maken. Maar als ik voor mezelf praat, waar ik nu mee bezig ben, dat is puur hetgeen wat ik leuk vind, wat me gelukkig maakt. En geld is totaal niet de drijfveer. Nee. En dan komt het vanzelf wel. Is het wel ooit een drijfveer geweest voor je? Ja, het was zeker wel een moment in mijn leven dat ik dacht van oké, is goed, nu moet ik echt wel voor het geld gaan. Om mijn toekomst te verzekeren. Ja. Dat was het moment dat ik... Als je naar India ging. Ja, klopt. Ja, daarvoor al een klein beetje, maar naar India kwam echt wel het besef momentje van hey, het kan zijn dat je carrière niet heel lang meer duurt. Dus je moet nu wel stappen gaan maken om toch iets meer op je bankrekening te hebben aan het einde van je carrière. Dus toen... Ja, ik las ergens ook hoor, dat je jezelf financieel vrij wilde spelen. Letterlijk gewoon. Ja, klopt. Ja, dit is,
dit was een klein setje daar naartoe, hoor. Moet ik zeggen, dat was niet het meeste wat ik heb verdiend. Dat was natuurlijk in Engeland en in Spanje. Ja. Dat was normaal. Maar India was toch wel... Het was of India of je moest hier in de Eredivisie gaan spelen op een... onderaan in de Eredivisie. Ja, dan weet je van dat je echt niet zoveel gaat maken als in India. Dus je wilde die laatste stap gewoon nog even maken. Ja, precies. En dan, maar dat had ook mee te maken, geloof ik... een van je drijfveren was ook wel voor je kind. Hè? Dat, niet alleen voor jezelf, maar dat je zoiets had van... Ja. Ook voor de toekomst van mijn kind, klopt dat? Ja, klopt. Ik ben... ik heb een jaar of 8 heb ik in het buitenland gewoond. Uh-huh. En ik heb... even kijken hoor. Ik denk de laatste... ik heb 4 jaar... dat hij echt naar school ging en voetbalde, heb ik de stap gemaakt naar het buitenland. Ben naar Spanje gegaan. Ik ging uit elkaar met met de moeder van mijn kind. En dus ik heb eigenlijk een hele lange tijd van zijn jeugd heb ik gemist. Dus ik wilde ervoor zorgen van oké, is goed. Ik ben er op dit moment niet om je echt op te voeden. Maar ik wil wel iets bijdragen eraan. En dat is op dat moment... was dat alleen maar het financiële gedeelte. Zijn moeder heeft het fantastisch goed, hoor. Doet het ook heel erg goed. Alleen, je wilt zelf nog ook iets kunnen doen. En niet alleen maar voetballen voor jezelf. Maar op een gegeven moment heb je een verantwoordelijkheidsgevoel. Ja. En dan weet je dat op die manier... dan kan je zijn toekomst ook gewoon verzekeren. Ja, dat is toch mooi als je dat met het talent wat je hebt kan doen. Ja, zeker. Ja, zeker. Hey, en je had ook gezegd, geld is bijzaak, maar maakt het leven wel makkelijker. Gisteren hadden we ook opnames en daar zei iemand van... ja, maar voor mensen die geld hebben, is het altijd heel makkelijk om te zeggen... ook dat geld niet belangrijk is. Ja. Want ja, die hebben het gewoon. Ja. Net zoals ik wel ook vaak zie dat arme mensen die geen geld hebben... zeggen dat geld niet belangrijk is. Maar meer dan zo van, ja, dan hoef ik me er maar niet mee bezig te houden of met dat beleggen of wat dan ook. Ja. Hè? Dus ik zeg gewoon, ja, je geld maakt niet gelukkig en dan is het klaar. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan? Is dat eerlijk om dat zo te zeggen? Net wat ik zei, geld maakt het allemaal wel makkelijker, het leven. Of het gelukkig maakt, weet ik niet. Als het leven wat makkelijker is, dan wordt het vanzelf wel iets... word je vanzelf wel iets gelukkiger, maar het brengt ook meer problemen. Het brengt ook... je moet meer belasting betalen. Ja. je krijgt meer rekeningen, meer problemen. Komen mensen misschien op je af die achter je geld aan zijn en niet vrienden met je zijn van jou, vanwege jou als persoon. Inderdaad. Dus daar kan jij denk ik over als voetballer over mee. Zeker, zeker. Dus eigenlijk kunnen we Cruijff heel goed citeren dat. Elk nadeel heeft zijn voordeel en elk voordeel heeft zijn nadeel. Ja. Maar ik moet wel. Ik moet wel zeggen dat dat geld is... het maakt het leven gewoon een stukje makkelijker. Ja. Maar maakt het gelukkig? Geen idee. Maar als je het dan hebt over geluk, wat zijn dan dingen die jou wel echt gelukkig maken? Van die kleine momentjes dat je denkt van ja, nu ben ik gewoon, voel ik me gewoon echt helemaal gelukkig. Jezus, kreeg laatst ook die vraag. Volgens mij hadden wij in onze laatste podcast met Jetro Willems. Toen stelde hij die vraag aan ons. Ja. Wat maakt jou gelukkig? En, dus je bent nu goed voorbereid. Ja, nou, het moet niet moeilijk zijn. Ik heb zo lang heb ik nagedacht over die vraag. Nog steeds eigenlijk. Ik word gelukkiger van om mijn familie gezond te zien en gelukkig te zien. Om mijn kind te zien stralen en te lachen. Dat ik hem alles kan geven. Maar ik gaf toen ook aan van ik vind de vrijheid en de onafhankelijkheid die ik nu heb. Dat maakt mij ook gelukkig. Dat ik gewoon vrij ben in de stappen die ik kan nemen. Als voetballer leef je eigenlijk dag in dag uit in een soort routine en discipline. En je wordt eigenlijk geleefd. En eigenlijk sinds ik nu 2 jaar ben gestopt, heb ik zoveel vrijheid wat ik kan doen. En me eigenlijk kan richten op wat ik leuk vind. En ik hoef niet verplicht elke dag om 10 uur naar bed en alleen maar goed te eten.
Dat kan je ook wel zien, volgens mij. Nou, ik moet zeggen dat veel ex-profvoetballers, met name die op tv commentaar geven, kan je wel zien dat die... Ja, we noemen geen namen. Hè? Nee, we noemen geen namen, maar ik denk dat iedereen wel weet over wie het gaat. Maar ja. Dat die van het goede leven genieten en niet echt meer op hun voeding letten. Nee. Ja, dat is wat ik zei. Je wordt eigenlijk geleefd en je moet eigenlijk... Ja, ik heb gesport, ik heb gevoetbald sinds mijn 6e. Zat ik bij Feyenoord in de jeugd. Ja. En eigenlijk vanaf die leeftijd, dan moet je gewoon letten op alles. Op slaap, op eten. Je hebt een routine. Het is echt heel kort op elkaar. Je wordt verplicht eigenlijk om er alles aan te doen. En, maar als je dat al zo lang gewend bent, vanaf je 6e tot 2 jaar geleden... Ja. Hoe ga je daar dan mee om als dat opeens wegvalt? Is dat niet super raar? Word je daarin... Ik neem aan dat je daar niet in begeleid wordt of zo door de laatste club waar je zit die daar... Nee, klopt. Dat is eigenlijk het bekende zwarte gat waar je dan in valt. Omdat heel veel jongens die weten dan niet wat ze moeten doen. Gelukkig was ik al een jaar of 2, 3 was ik bezig om na te denken. Wat ga ik nou doen na mijn carrière? En hoe krijg ik nog steeds, hoe behoud ik nog steeds een bepaalde soort discipline en routine om mezelf gewoon bezig te houden. Ja. Dus de eerste 2, 3 maanden toen had ik... toen dacht ik wel, even rust. Toen stond ik om 10 uur op en had ik eigenlijk niks te doen. Maar hoe was dat om die eerste dag dan zo wakker te worden, zeg maar? Dat je denkt dat je niet naar een training hoeft. Ja. Volgens mij, hoe was dat? Volgens mij is het gewoon heel natural gegaan, echt vanzelf. En het eerste besef kwam eigenlijk toen de eerste competitiewedstrijd begon. En dan zit je te kijken en dan denk je, Jezus, ik sta gewoon niet meer op dat veld. Nee. En dan denk je van, mis ik het? Mis ik zeg maar die voorbereiding, die trainingen en noem maar op. En ik moet zeggen, tot nu toe mis ik het niet. Omdat ik nog zo geniet van de vrijheid, onafhankelijkheid en het niet moeten. Ja. Daar ben ik op dit moment, ben ik daar super blij mee. Nou ja, je hebt nu gewoon weer een nieuw hoofdstuk in je leven natuurlijk. Je hebt een bepaalde fase afgesloten. Ja, ja. Nu is er wel ook weer tijd en ruimte voor andere dingen waar je misschien toen geen tijd voor had. Of... Ja, waar ik vooral in het begin zo erg van genoot, dat was het feit dat ik bij familiefeestjes kon zijn. Dat ik met vrienden tot 1 uur of 12 uur, 1 uur 's nachts, dat ik gewoon kon zitten en gezellig. De hele tijd op je horloge precies, te kijken. Precies. Want ik had tijdens mijn carrière, dan weet je van, oh shit, het is zo gezellig hier, maar ik moet over een half uur moet ik weg, want ik moet morgenochtend trainen. Ja. En dat was eigenlijk elke keer weer. En als ik te lang blijf, dan klikt iemand naar de media van Gianni, die zat tot super laat. Nou, dat zou je dan niet hebben met je vrienden. Niet met je eigen familie. Precies. Maar het is wel zo dat je elke keer weer rekening moet houden met, oké, wat moet ik de volgende dag doen? En dat besefmomentje, dat geluksmomentje eigenlijk was van... Zo, moet je kijken. Ik kan gewoon om 2 uur naar huis gaan als ik wil. En de volgende ochtend hoef ik niet om 8 uur op te staan om te vlammen op het veld. Ja. Ja. Ik kan me voorstellen dat er dan op dat gebied ook een wereld voor je open gaat. Ook omdat je tijdens je carrière natuurlijk heel veel daarvan gemist hebt. Heel veel dingen moeten laten. Ja. Niet alle voetballers doen dat ze het uitgaan links laten liggen, maar veel wel. Had je dan ook de behoefte heel erg om dat in te gaan, halen en helemaal los te gaan? Nee. Of dat, is dat een valkuil? Nee, dat is eigenlijk nooit een misschien niet alleen voor jou, maar voor voetballers die stoppen. Want sommige voetballers vallen dus en in een zwart gat. Ja. En misschien niet zo goed nagedacht over na hun carrière zoals jij dat gedaan hebt. Ja. En hebben opeens veel meer vrijheid en minder structuur. Ja. Ja, lijkt mij best wel verleidelijk om dan een paar jaar helemaal los te gaan. En, ja, er zijn voetballers die hebben daar moeite mee. Maar ik moet zeggen dat wat dat betreft weten voetballers ook tijdens hun carrière, wat je net al zei, weten ze daar wel een goede balans in te vinden. Want je kan gewoon lekker uit eten gaan. Je kan een dag na de wedstrijd, zou je in principe gewoon uit kunnen gaan voor een hapje of een drankje op een feestje.
Het enige is dat je gewoon weer rekening moet houden van... ik moet op een maandag moet ik er weer staan, want dan begint de training. Ja. Maar ik had daar helemaal geen moeite mee. Ik werd zelfs altijd opa genoemd. Ja? Omdat ik ga vrij weinig uit. En als ik uitga, dan ben ik om een uur of 1, 2, dan zeg ik tot ziens, de groeten. Ja, vind je het mooi geweest. Ja, precies. Dus je bent wel verstandig wat dat betreft. Ik ben eigenlijk best wel verstandig. En ik moet zeggen dat het komt door de mensen om me heen. Familie, vrienden, ouders. Die me altijd... Zaakwaarnemen? Ook dat. Altijd met beide benen op de grond hebben weten te houden. En ik gewoon mezelf kon blijven. Ja, mooi is dat. Ja, dat is denk ik belangrijk. Dat, want je hebt over zaakwaarnemers gesproken. Dezelfde zaakwaarnemer gehad als Ryan Babel. Klopt. Jullie zijn ook goede vrienden, wat ik al zei aan het begin. Ja. Even ere wie ere toekomt. Jij bent degene geweest die Ryan het boek Rich Dad Poor Dad heeft gegeven, zei je. Ja, ja, ja. Hij had het in jullie podcast over een vriend, maar ik was dus die dat vriend. Dat was jij. Nee, wil je weten hoe het verhaal is gegaan? Ja, hoe is dat gekomen? Ik denk dat ik een jaar of 25, 26 was. En we speelden toen allebei in Spanje, als het goed is. Of ik speelde toen in Spanje. We hadden natuurlijk tijd te veel. En ik wilde wat meer verdiepen in het investeren ervan. Wat meer achtergrondinformatie. En toen kreeg ik volgens mij van een vriendin kreeg ik dit boek. Ja, dan moet je haar naam ook... Of nee, ik weet niet meer. Ik weet niet meer. Ere toekomt. Ik weet niet meer. Anders krijgen we daar weer... Ik weet echt niet meer wie dat was. Ja, okay. Vriend of vriendin. Maar goed. Toen zei diegene dus van... lees dat boek eens een keer. Het is echt wel... is ook goed voor je mindset. Niet alleen voor het investeren, maar ook gewoon goed voor je mindset. Je krijgt wat achtergrondinformatie. En toen had ik dat gelezen. Ik vond het super interessant. En toen zei ik tegen Ryan. Ryan, die zat al daarvoor zat hij al in het vastgoed. En hij wilde altijd wel weten hoe hij moest investeren. En toen zei ik tegen hem van, lees dit boek eens een keer. En Ryan is altijd zo dat op het moment dat hij iets interessant is, dan gaat hij echt 200% erin. Dus daarna, na dat boek, belde hij me op. En zei hij, jezus, het is niet normaal. Ik ga een nieuw boek kopen. Ik ga nog meer informatie zoeken. En eigenlijk sindsdien, wat hij ook zei in die podcast, heeft dat eigenlijk zijn ogen geopend. En is eigenlijk zijn imperium begonnen. Dus ik vind dat ik... Ja, dat hij deed al vast goed. Hij had geloof ik toen 10 panden of zo, ja. Geloof ik. Alleen hij had ze allemaal cash gekocht. Het hefboomprincipe, dat kende hij nog helemaal niet. Precies. Toen heeft hij volgens mij de hele boel weggedaan, gecashed. Ja. En is hij daarmee eigenlijk opnieuw begonnen. Maar dan met de hefboom, met leningen ook erbij. Ja. Want hij kwam er toch ook wel achter dat sommige van de panden die hij gekocht had... misschien niet de best renderende waren of zo. Ja. Ja, klopt. Mooi. Dus ik vind dat ik eigenlijk... ik denk wel 10% verdien van ja, je hebt de gegevens, dus ik kan een factuurtje sturen. Zeker weten. Maar hoe oud was jij dan dat je eerste pand kocht? Ik denk een jaar of 5, 26, zoiets. Ja, dat was het eerste pand. Dat was in Nederland, in Spanje? Dat was in Nederland, in Amsterdam. Dat was met de broer van oud-voetballer Dwight Tindalli. Ja. En daar ben ik toen in contact mee gekomen. Die zat ook heel goed in het vastgoed. En die heeft mij toen geholpen in de begeleiding van aankoop, verbouwen, huurders en noem maar op. Hm. Financiering. Dus zo ben ik eigenlijk een beetje erin gerold. En op hoeveel panden staat de teller nu? Als het geen geheim is? Op een aantal. Op een aantal? Een aantal. Oké, op één hand of twee handen? Ryan praat altijd over units, hè? Over verhuurbare eenheden? Of, ja, precies. Precies. Dus dat zijn er wel meer dan twee handen. Dat. Ja, oké. Okay. Interessant. maar wat is de reden dat het lastig is voor jou om dat te zeggen? Is dat, vind je dat mensen daar een mening over hebben? Of? Nou, sowieso... moet je tegenwoordig oppassen wat je zegt over het aantal panden en noem maar op. En ik vind het
ik vind het goed om, om jongens te voorzien van informatie. Maar ik ben altijd al een beetje ingetogen geweest met wat ik heb. Dus ik vind dat, vind dat niet bij me passen om daarover op te scheppen. Dus nee. Niet opscheppen, maar om erover te vertellen. Maar ik, het enige wat ik wel wil zeggen is dat ik heel blij ben dat ik die investeringen heb gedaan. Ja. Omdat dat is wel een goed vangnet geweest. Sinds ik gestopt ben. Ja. Ja, aan de ene kant snap ik het, hè. Aan de andere kant vind ik het altijd bijzonder in Nederland. Kijk, je hebt er gewoon hard voor gewerkt. Ja, weet je wel? Je hebt het inzicht gehad om wat mee te doen. Jij hebt actie ondernomen. Er zijn ook voetballers die hebben ook veel geld verdiend, maar die smijt het allemaal over de balk. Ja. Dus ja, ik vind wel dat je gewoon eigenlijk met trots zou moeten kunnen vertellen van joh, het zijn er 16 of 160 of weet ik het wat. En ik zou dan zeggen tegen jou van good for you, weet je. Ja. Dat heb je goed gedaan, daar mag je trots op zijn. Ja. Want, nou, dat is een van de redenen dat ik deze podcast gestart ben om het onderwerp geld in Nederland. Want er zit echt gewoon zo'n taboe op om dat bespreekbaar te maken. Ja. Want ik vind dat heel dubbel. Want er zijn heel veel Nederlanders die heel ambitieus zijn en succes en rijkdom nastreven. Ja. Maar als je het dan eenmaal hebt, dus, je bent niet eerlijk geweest of er zijn mensen afgunstig. Ja. Ik vind dat jammer. Ja, nee, ik begrijp wat je zegt. Je doet heel slim trouwens om het toch wel stiekem... nee, ik respecteer als je er niet over wil hebben. Maar ik wil wel aangeven waarom ik het vraag en dat ik eigenlijk vind dat je het gewoon met trots zou moeten kunnen zeggen. En niet om op te scheppen. Want het is niet zo dat jij, zonder dat ik het vraag, zo van, hey Martijn, ik heb zo en zoveel panden. Ja. Ik vraag het aan jou. Ja, nee, ik vind het, ik vind het aantal panden, dat laat ik aan andere mensen over. Ik vind het wel heel goed om erover te praten. Om de mensen eigenlijk van informatie te voorzien hoe dat is tot stand is gekomen. En hoe ik dat op dat moment heb gedaan en wat ik ervan vind. Dat vind ik veel belangrijker dan en informatie delen dan te vertellen hoeveel panden ik heb. Nou, het gaat ook niet om het aantal woningen, dat weet je ook. Ja, dat precies, je beter precies. Wat minder kan hebben met goede huurders erin. Klopt. Dan wietplantages en allemaal gezeur. Klopt. Maar ik ben nu wel nieuwsgierig, dus ik ga na deze aflevering wel even in het kadaster. ja, dat is ik goed. Kan ook gewoon vinden. Maar. ja. Nee, maar het gaat om het principe. Wat vind jij zo mooi aan het vastgoed? Waarom heb je voor vastgoed gekozen? Dat is een goede vraag. Nou, het vastgoed is sowieso 99% zwaarder vast. Vind ik. Corrigeer me als ik het fout heb. Ja, nee, ik denk dat van alle beleggingen die je kan doen, het meest waardevast en historisch bewezen is. Ja, ja precies. En zoals ik al zei, dit was voor mij de beste manier om een cashflow te genereren voor na mijn carrière. Ik bedoel, als voetballer dan heb je een gemiddelde carrière van 15 jaar, pak een beetje 15 jaar. En daarna ga je eigenlijk met pensioen. Dus dan valt je salaris die valt dan weg. Ja. Dus stel je voor dat je een salaris hebt van, wat zal het zijn, zeg €5.000 of zo. En als dat wegvalt opeens, dan zit je eigenlijk in een probleem. Want dan zie je eigenlijk je geldbedrag dat op je bank staat, dat zie je alleen maar naar beneden gaan. Ja. En op het moment dat je een goede cashflow hebt, goede huurinkomsten hebt, vanuit het vastgoed. Want het is eigenlijk is het vastgoed een hele simpele, goede belegging die je kan doen. Risicoloos bijna, dan is dat gewoon een bijna, zeg ik. Als geen belegging, geheel zonder risico. Ik ben er altijd al voorzichtig in. Maar, ja, precies. Maar in vergelijking met crypto bijvoorbeeld, ja, is het inderdaad. Een stuk minder volatiel. Ja, klopt. Dus dat was voor mij de reden om, en vooral toen een jaar of 10 geleden, was het echt een hele, hele goede tijd om er toen nog te investeren. Ja. Ja, dat was voor mij echt wel de reden om te zeggen, oké, vastgoed is voor mij, op dat moment was dat voor mij de beste investering die ik kon doen. Nu zeg ik van, ik weet het niet zo.
Je moet niet met mijn ruiten ingooien. Nee, dat doe ik niet. Nee, maar kijk, zoals jij weet heb je goede momenten om erin te stappen en wat mindere momenten om erin te stappen. Maar ik denk toch wel dat natuurlijk als je vergelijkt met nu, was 10 jaar geleden. Kijk, elke tijd heeft zijn voor- en zijn nadelen. En ik denk dat je gewoon moet kijken hoe jij er op dat moment van kan profiteren. Ja. 10 jaar geleden, dan hebben we het over 2013, dus zat je net aan het einde van de crisis. Ja, waren er heel veel woningen beschikbaar. De prijzen waren relatief laag. Dat is altijd relatief. Klopt. Welk moment je gaat terugkijken. Alleen nadeel was, jij had misschien dan toevallig geld, maar het merendeel van de mensen niet. Dus Klopt. Er waren heel veel deals, maar heel weinig mensen konden die toen pakken, konden daarvan profiteren. Ja. En durfden dat misschien ook, want ja, we zaten in een crisis. Het sentiment is dan negatief. Ja. Dus ik denk toch zeker als je gelooft in vastgoed voor de lange termijn. En ik geloof erin dat het een generatierijkdom is. Hè? Jij wilde je portefeuille overdragen aan je zoontje. Klopt. Nou, misschien gaat hij het nog groter maken en weer aan die. Klopt. Ja, dan maakt het eigenlijk niet heel erg veel uit als je terugkijkt welk moment je koopt. Dan denk ik als je gewoon elk jaar 1 woning erbij zou kopen. Ja. Dat het een beetje de dollar cost averaging methode, maar dan in het vastgoed. Ja, zeg maar. Ja, klopt. Maar ja, ik snap je punt. Ja, precies. Ja. Ik bedoel, om aan te geven, 10 jaar geleden had ik er nog een rendement van, 10% of zo. Bar heb je het dan over? Bruto aanvangsrendement of rendement op eigen vermogen? Gewoon een netto rendement, ja. 10%. En ja, wat zet je nu? Het hangt er vanaf. 3, 4... Er zijn 5. Nog steeds, maar het wordt wel uitdagend. Ja, precies. Ja. Inderdaad. Maar goed, als je goed ernaar kijkt, is het elke keer weer kom je elke keer terug weer op dat punt dat je weer goed kan investeren. En we zitten nu gewoon weer in een crisis weer. En is het nu verstandig? Weet ik niet. Dat laat ik aan jou over. Ik denk dat iedereen zich af moet vragen van, is het verstandig voor mij? En kan ik het sowieso alleen beleggen met geld wat je kan missen? Maar, Zeker. Dat vind ik het mooie aan vastgoed. Dat het is voor iedereen weer anders. Weet je? Iedereen heeft een aparte visie. En, Ja, inderdaad. Dat vind ik ook. Ik heb onlangs, denk ik, voor mijn gevoel heb ik... Dat mag je wel weten. Heb ik denk ik de meest slimme belegging gedaan waar ik het meest trots op ben. En ik heb mijn droom was altijd sinds mijn 19e om mijn eigen huis te bouwen. En ik woonde toen in Heerenveen. Ja. En ik reed elke ochtend, drie, vier keer in de week reed ik vanuit Rotterdam reed ik naar Heerenveen. En daar heb je een bedrijf, volgens mij bij Emmeloord, dat heet, die bouwen huizen. Jezus, hoe heet ze ook alweer? Verwelius of nee? Nee. Kom er zo op terug. Oké. Okay. En ik zei tegen mezelf vanaf mijn 19, als ik gestopt ben en ik heb genoeg geld verdiend, dan wordt dat mijn huis wat ik wil bouwen en dan wordt eigenlijk mijn trofee eigenlijk. Alle wedstrijden die ik gewonnen heb, dat ik ben kampioen geworden, het maakt me allemaal niks meer uit. En ik wil een huis, want dat is echt wat mijn trofee is. En waar ik elke dag naar kan kijken, waar ik van kan genieten, of mijn familie kan genieten. Waarvan ik kan zeggen, ja, ik heb dit gedaan. En 6 maanden geleden is mijn huis opgeleverd en ik woon daar nu in. Maar dit is wel echt de beste investering die ik tot nu toe heb gedaan. En je hebt een stuk grond gekocht. Ja, een stuk grond gekocht. Tekeningen laten maken. Ja. En het gewoon helemaal zelf laten bouwen. En zoals je weet zijn de bouwkosten die zijn enorm. Zijn ze omhoog iets geschoten. Omhoog gegaan, iets naar iets. En ik heb net daarvoor, voordat alles omhoog schoot, was net voor de oorlog. Was die van mij af. Ik heb gelukkig heb ik een waardevaste prijs heb ik kunnen afspreken. Ja. Dus ik heb de aannemer die was niet blij met. Nee. Die was niet zo blij, maar die heeft nog steeds. Die reed ook slim hoor. Die heeft van tevoren had hij alles ingekocht wat hij kon inkopen. Dus op zich maakte hij ook niet heel veel verlies. Nee. Maar ik heb gewoon super veel geluk gehad en dat is voor mij denk ik wel tot nu toe de beste investering die ik. Die ik heb gedaan. En hoe voelt die trofee? Is die zo als je verwacht had? Ja, echt. Dus echt.
Als je het hebt over geluksmomentjes. Dan... Ja, dan is dat wel... Nou, dat is eigenlijk is op het moment dat je je kavel koopt... Dan ben je natuurlijk trots. Maar op het moment dat die eerste paal erin wordt geslagen... Ja. Dan is het natuurlijk een fantastisch gevoel. En toen ik de sleutel kreeg natuurlijk, dan... Ga je er nog wel eens echt voor staan om gewoon even te kijken elke en dag. Te genieten? Echt elke dag. Elke dag loop ik binnen en dan eigenlijk dan knijp ik mezelf en zeg ik... Jezus, moet je kijken wat je hebt gedaan. Moet je kijken waarvoor je jarenlang hebt gevochten en keihard voor hebt gewerkt. Alles hebt gelaten. Wat ik al zei, je hebt zelfs je kind hier moeten achterlaten om dit te kunnen bereiken. Ja. En dan is dat toch wel een... Ja, dat het niet altijd makkelijk geweest is. Daar gaan we het zo ook nog natuurlijk over hebben. Ja. En ondertussen begeleid je volgens mij ook andere voetballers in het aankopen van vastgoed, toch? Ja. Dat is een beetje op een laag pitje natuurlijk. Omdat nu de periode waar we nu in zitten... Sorry, ga ik weer is wat... Als je een betere alternatieven hebt dan vastgoed, dan hoor ik het graag. Hè? Zullen we zometeen nog even babbelen? Want ik ken er nog wel een paar. Okay. Maar en Ryan zit natuurlijk in de crypto. Ja, maar of dat nou... Ja, dat weet ik ook niet. Maar ik heb nog wel wat andere ideeën. Okay. Nee, waar hadden we het over? Dat is een beetje op een laag pitje. Maar ik heb ook nog een samenwerking met twee andere jongens. En daar begeleiden wij atleten in het aankopen van vastgoed. Dus eigenlijk begeleiden we jongens echt van A tot Z. Dus in financiering, in... aankopen, verbouwen, verhuren. Eigenlijk het traject wat ik heb... Ja, precies. Ja. Het traject wat ik heb bewandeld, dat doen we voor die jongens. Om het voor hun makkelijk te maken, dat zij geen zin hebben ermee bezig zijn, of omdat ze niet weten waar ze moeten beginnen? Een combinatie daarvan. En ook wat meer financiële educatie ook. Dus wat we doen is, we betrekken ze ook echt erbij van wat gebeurt er nou met je geld? Waar denk investeer dat ze eerst nou dat boek krijgen? Of, ja, ja, ook. Ook. En natuurlijk, kijk, als atleet wil je natuurlijk wil je alleen focussen op wat je moet doen, op je job. Dus daarom ontzorgen we die jongens ook van, is goed, als jij je focust op wat je moet doen, dan zorgen wij ervoor dat je geld goed wordt belegd en dat je uiteindelijk op een latere leeftijd profijt van hebt. Want de meeste jongens beseffen eigenlijk niet wat zo'n pand voor je kan doen. Want ja, ze verdienen 20, 30, 40.000 euro in de maand. En als je dan iets verhuurt voor 1500 euro, dan denk je, ja, wat is 1500 euro nou? Ja, Ryan die zei dat. Die begreep er in het begin helemaal niks van. Ja. Want die had eerst als doel om 1 miljoen op zijn rekening te hebben. En die wilde dat laten groeien naar 2 miljoen. Ja. En toen kwam zijn zaakwaarnemer, die zei, we gaan nu elk kwartaal geloof ik één pandje. En dat werd dan cash betaald. Ja. Dus in plaats van dat hij zijn vermogen zag groeien, ging het alleen maar naar beneden toe. Ja, precies. Dus hij dacht van, wat zijn we nou aan het, doen? En hij kreeg inderdaad dan... 1500 euro huur of zo. Didn't make any sense, dacht hij. Maar uiteindelijk heb je er echt super veel aan het einde van je carrière. Ja. Ja. Hey, en naast vastgoed beleg je... Ja, je hebt zometeen na de uitzending nog wat tips voor mij. Maar heb je ook nog wat andere beleggingen die je doet? Zit jij ook in crypto bijvoorbeeld? Nee. Aandelen, edelmetalen, ik word wel, sneakers... Nee. Ik word wel wekelijks word ik geappt door Ryan van ga nou kijken hoe het zit in de crypto. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben nog een beetje bang daarvoor. Omdat wat jij zegt, het is niet zo stabiel en het fluctueert gewoon echt elke dag. Ja. En, dan moet je wel tegen kunnen. Ja, precies. Dus je moet wel echt voor de lange termijn moet je goed weten waarin je investeert. Ik investeer op dit moment niet in andere dingen. Ik heb zelf twee bedrijven ook nog. En dat is waar mijn tijd nu op dit moment helemaal in gaat. Maar ik heb nog wel een hele hoop andere ideeën. Andere investeringsideeën, beleggingen. Ja. En daar praten we straks over. Oké. Ik ben benieuwd. Ja. Hey, dat
ja, het voetbal niet altijd roze geur en maneschijn is. Dat heb je ook mogen ervaren. Ja. Natuurlijk voor heel veel jongens is dat echt een grote droom om profvoetballer te worden. En lijkt het altijd heel mooi. Dikke auto's, veel geld verdienen, vrouwen voor het uitkiezen, noem het allemaal maar op. Maar jij hebt met name, is dat in India toen begonnen dat je ook wel mindere tijd hebt gehad, toch? In India is het besef eigenlijk gekomen van je moet nu wel iets aan je mentale gezondheid gaan doen. Je moet ook gaan kijken wat wil je nou na je carrière doen. Ja. Maar de mentale struggles die begonnen al eigenlijk, ik denk toen ik een jaar of 22, 23 was of zo. Daar kreeg ik al aardig wat mentale klapjes en tegenslagen kreeg ik daar te voortduren. Maar op dat moment wist ik eigenlijk niet wat het met me deed en hoe ik daarmee moest omgaan. Ik heb natuurlijk heel veel blessureleed heb ik gehad tijdens mijn carrière. En op een gegeven moment komt het besef van oké, ik kan het hoogste niveau niet meer halen. Wat moet ik nu doen? Hoe ga ik me nu? Hoe wordt mijn mindset nu? En dat was het moment dat ik dacht van oké, is goed, als ik dan niet meer het hoogste niveau kan halen, dan moet ik proberen om toch nog wat binnen te harken. Voor aan het einde van mijn carrière. Maar inderdaad, het is niet altijd over roze geur en maneschijn gegaan. Nee, want er zijn natuurlijk van jongs af aan eigenlijk al, als je 6 bent en je begint met voetballen. Ja. En dan eerst het vizier gericht op doorbreken en de top gaan halen. Ja. Nou ja, sommige mensen zeggen wel eens van oké, de top halen is niet voor iedereen weggelegd makkelijk. Maar wat nog veel moeilijker is aan de top blijven. Ja. Langere Eens. Periode. Er zit natuurlijk heel veel prestatiedruk op, verwachtingen van je ouders, van je familie, van de club. Ja. Hoe ga je daarmee om, zeker op jonge leeftijd? Als ik naar mezelf kijk, dan voor mij was het gewoon plezier tot een bepaalde leeftijd. Ik denk dat tot mijn 21ste was het gewoon echt gewoon plezier maken. En dat is waarom ik tot mijn 23ste ongeveer, waarom het ook allemaal zo goed ging. Ik had niet echt last van prestatiedruk. Ik had ook geen last van familie, vrienden, ouders die allemaal dingen van me wilden en die er extra druk op zetten. Maar op een gegeven moment ga je naar Engeland. En dan merk je gewoon dat het gewoon een money-making business is. Dus alles moet wijken voor die prestatie. En voel je je niet lekker, dan ga je lekker naar huis. En voor jou 10 anderen. Dus je moet elke dag weer moet je presteren. En wat je net al zei, het er komen, dat is makkelijk. Omdat dan gaat het gewoon... Ja, oké. Het is niet voor makkelijker. Ja. Het is makkelijker. Omdat, het is mij net niet gelukt. Ja, je moet wel natuurlijk moet je het nodige talent hebben. Ik heb de kans. Ja, precies. Mijn vader zei, ik wilde op voetbal. Mijn vader zei, nee, je hebt geen talent. Je gaat niet op voetbal. Dus nou, ik zie dat je aardig wat lengte hebt. Dus je kon ook misschien keeper worden of zo. Basketbal, inderdaad. Maar goed, ja, je kan niet... tegenwoordig red je het ook niet meer alleen op talent. Het is ook fysiek en mentaal, alles wat erbij komt kijken. Maar toen de tijd was het bij mij was het puur talent wat er was. Ik zat niet in de gym. Ik was echt mega dun. En het enige wat ik kon was gewoon goed voetballen. En dat heeft me gebracht uiteindelijk waar ik moest komen. En toen op een gegeven moment toen in Engeland... Toen kon het niet meer op talent. Dus toen moest ik in de gym. Toen speelde ik 3 wedstrijden in de week. En toen kon mijn lichaam het allemaal niet aan. En toen kwamen alle blessures. Die kwamen naar boven. Nou, hoe ga je daarmee om? Nou, je raakt teleurgesteld. Je hebt eenzaamheid. Je krijgt druk. Je krijgt vertrouwen in jezelf. Dat verlies je. En als je daar niet op voorbereid bent. Ja, ga daar maar eens mee omgaan. En dat soort zaken, word je daar vanuit de club en zeker de jongens vanuit het buitenland die weer met andere dingen te maken hebben dan de lokale jongens, zeg maar, ja. Helemaal niet in begeleid? Nee. Het is toen de tijd, dan praten we echt over, ik denk 14 jaar geleden of zo, was er helemaal niks.
Het enige waar ze je mee hielpen was, jij krijgt een simkaart om mee te bellen en te appen. We zorgen ervoor dat we op zoek gaan met je naar een huis, een auto. En zorg er maar voor dat je elke dag om 8 uur op de club bent. En dat je goed slaapt en eet en drinkt. En dat je op zaterdag dat je presteert. En that's it. Dus er werd eigenlijk nooit gevraagd, hoe gaat het nou met je? Kan je goed aarden? Heb je iets nodig? Eigenlijk niet. En ik moet zeggen dat dat nu, in deze tijd waar we nu in leven, wordt het veel meer, wordt er aandacht aan besteed, maar nog steeds niet genoeg. En dat is waarom we ook ons bedrijf zijn gestart. Ja, want ik wilde net vragen, is dit ook net zoals dat sommige mensen, ik ga het niet zeggen wie, maar het lastig vinden om te zeggen hoeveel panden ze hebben in een podcast. is dit ook een taboe? Is het lastig om wordt hier, want ik heb het idee dat het zal niet alleen de voetballerij zijn, maar ook topsport breed, dat er hier best wel wat topsporters mee te maken hebben, maar daar niet echt over praten? Ik moet zeggen, het was voorheen was het echt wel een taboe. Omdat op het moment dat jij je kwetsbaar opstelde en je sprak over je mentale gesteldheid, dat je misschien niet even lekker voelde een dag, dan werd er eigenlijk misbruik van gemaakt of gebruik van gemaakt. Ja. Vooral in de kleedkamers, het is een mannenwereld. Dus als ik op jou zou afstappen, zou zeggen, ik heb het toch wel, ik heb een beetje zwaar vandaag. Ik heb, weet ik veel, ruzie met mijn vriendin thuis of zo. Ja. Dan zou ze zeggen, rot toch op man. Waarom zeg je dat tegen mij? En is goed, voel jij niet lekker? Nou, dan trap ik je vandaag helemaal onder het gras. Dan speel ik op zaterdag. Ja. En dus daar werd dan toen gebruik of misbruik van gemaakt. En nu is het gewoon, vele malen anders. En is daar veel meer ruimte voor om vrijer te zijn in je hoofd. Want ja, ik denk dat het voor een ieder geldt op het moment dat je vrij bent in je hoofd. Dat je dat je mentale gesteldheid gewoon beter is. Dan ben je gewoon beter in je werk. Dan ben je, gaat het beter in je privéleven. En vooral als voetballer, omdat je elke dag maar weer wordt afgerekend op je prestatie. Bijvoorbeeld een kantoorbaantje. Ja, dan kan je het wel eens veroorloven om een dag dat je een dag wat minder doet. Bij ons niet, hoor. Nee, niet? Nee, daar hebben we geen ruimte voor. Nee. Oké. Okay. Nou, dat bedoel ik. Dus dan is het net zo belangrijk voor jou. Ons is ook hoge verwachtingen en prestatie. Natuurlijk. Iedereen die werkt is op bepaalde momenten wat efficiënter of scherper dan op andere. En bagatelliseer ik niet wat een kantoorbaan, hoe een kantoorbaan is, hoor. Alleen het enige verschil is met voetbal, is dat je wordt elke dag maar weer wordt je afgerekend op je prestaties. Of zelf op een training heb je 4-5 camera's elke keer op je gericht. Hoe is je aanname? Hoe zijn je looplijnen? En dan word je er weer op afgerekend. Dus je moet gewoon lekker in je vel zitten elke keer om het beste uit jezelf te kunnen halen. Ja, ja, die druk en de aandacht is bij een voetballer met de supporters, de media, iets groter dan bij een gemiddelde persoon op kantoor, denk ik. Ja. Ik denk niet dat je zoveel toeschouwers hebt die je nauwlettend in de gaten houden. Ja. Maar wat, want je zei, jullie zijn gestart, jullie willen dit soort onderwerpen graag meer bespreekbaar maken. Dat doen jullie onder andere met een podcast, Building Bridges. Ja. Dat doe je samen met Edson Braafheid. Klopt. Maar ook met jullie stichting. Ja, Play Mental inderdaad. Ja. Wat is jullie missie daarmee? Of waar is dat precies vandaan gekomen dat jullie zeiden van, nou ja goed, hier gaan we verandering in brengen? Ja, dat is voortgekomen uit onze eigen carrière. Edson en ik, die hebben beide, wat ik al zei, wat mentale struggles hebben we gehad tijdens onze carrière. We hadden nooit, zeg maar, een iemand die een generatie voor ons was, die ons hiermee zou kunnen helpen. Of die
het bespreekbaar maakte of eigenlijk een arm om ze heen sloeg van hey, kom eens even zitten, hoe gaat het nu met je? Moet ik je ergens mee helpen? En dus daar is het eigenlijk vandaan gekomen. En wij merkten tegen het einde van onze carrière dat, dat heel veel jonge jongens met ons in gesprek gingen. En dat wij ook het gesprek met die jongens aangingen. Dus wij werden eigenlijk aan het einde van onze carrière een soort mental coach eigenlijk voor die jongens ook. Een soort broer. Ja. En waarmee mentor. Ze konden praten. Ja, een soort mentor inderdaad. En op een gegeven moment toen kwamen we op het idee van nou, waarom is het zo moeilijk om je kwetsbaar op te stellen? Hoezo is dat nu in deze voetbalwereld, in de atletenwereld? Toen zijn we gaan kijken. Toen dachten we, nou is goed, we willen een stichting opstarten voor mentale gezondheid. Ja. Als eerste voor atleten wilden we dat doen. En toen kwamen we erachter van, nou weet je, het bestaat nog helemaal niet. Een stichting voor mentale gezondheid voor een ieder. En toen kwam corona, die kwam toen ook nog erbij. En toen kwamen alle cijfers van depressie en noem maar op, die kwamen op het nieuws. Toen dachten we van, nou ja, hier moet echt iets aan wat aan gedaan worden. Dus toen zijn we de stichting zijn we gestart. En toen we de stichting waren gestart, dat is eigenlijk voor een ieder van 12 tot 28 jaar. En toen daarna, toen kwamen eigenlijk heel veel atleten kwamen naar ons toe met de vraag van, hey, ik zie dat jullie je richten op mentale gezondheid. Zouden jullie mij daarbij of ons daarbij kunnen helpen om ons stukje in ons hoofd, om ons vrij te maken in ons hoofd? Nou, toen zijn we ons bedrijf gestart, House of Acceleration, waarin wij atleten mentaal en op performance vlak begeleiden en ondersteunen. En toen kwamen we op het punt van oké, hoe kunnen wij nog meer naamsbekendheid krijgen? Hoe kunnen wij nog meer informatie delen waaraan eigenlijk een ieder wat heeft met prominente gasten? Want ja, met alle respect, maar als Pietje de Bakker vertelt hoe die ergens mee is omgegaan, dan ga je niet een heel groot platform of een hele grote groep ga je bereiken. Maar als Urbi Emanuelson, dat was onze eerste gast, vertelt over een stukje eenzaamheid en een stukje opkomen voor zichzelf. En dat hij zegt dat je je kwetsbaar moet opstellen en dat je mensen moet vragen om hulp. Nou, dat komt binnen bij een ieder die dat bekijkt. En ook bij de spelers. Dus op die manier wilden we dus veel meer mensen bereiken door middel van de podcast. En tot nu toe lukt dat ons aardig. Ja, ik vind het heel dubbel. Aan de ene kant probeer ik met de podcast ook... ik ben blij dat hier BN'ers zoals jij hier zitten. Ja. Maar ik vind toch vaak ook minstens zo inspirerend de verhalen van de gewone man of vrouw, zeg maar. Ja. En wat ik wel merk bij mijn luisteraars is dat zij vaak soms het toch meer aannemen van die gewone man of vrouw, omdat ze zich meer kunnen identificeren met die persoon. Dat ze denken van, ja goed, ja, jij bent bekend. Of in sommige gevallen van, ja, dat verhaal, dat kennen we nu, nu wel. Ja. Dus ik probeer daar een beetje de balans in te hebben. Maar ik snap je, ja. Ja, wat wij, ik begrijp helemaal wat je bedoelt. En wat wij vinden is dat wij laten de mens achter de titel laten wij zien. Ja. En daarmee laten wij dus zien dat het hoe bekend je ook bent, je bent en blijft mens. Ja. Dus je maakt nog steeds dezelfde struggles mee. Er zijn heel veel parallellen tussen mij en jou waarschijnlijk. Alleen we maken het op een ander niveau mee. Maar als ja, en we worden in hokjes. Precies. Jij zit in het hokje ex-voetballer, ik niet. Jij zit in het hokje vastgoedmagnaat. Ja, jij ook. Nee. Jij zit echt in een XXL vastgoedmagnaat hokje, denk ik. Ik denk dat ik dat hokje niet inkom. Maar, zeker weten niet. Ik kom niet eens in de buurt. Nee, maar en zo zijn er zoveel parallellen met het normale leven. Maar als je iemand hoort praten die waarvan je denkt van, oh, die heeft een fantastisch leven, die heeft geld zat en noem maar op. En die praat over, nou, ik voel me op sommige dagen voel ik me gewoon niet prettig. Maar ik ga er op die en die manier mee om. Dan kan je daar weer aan spiegelen en dan kan je weer heel veel van oppikken. En wat je zegt, we zijn nu bezig met heel veel naamsbekendheid op te bouwen. En uiteindelijk komen er ook gewoon mensen... voetballer van de hoofdklasse, ja, die struggelt met... Tuurlijk, die komen gewoon ook aan bod.
Nou ja, wat natuurlijk wel zo is met de podcast die jullie hebben met Building Bridges, dat je, ik denk wel, die voetballers van een hele andere kant laat zien door de andere thema's die jullie natuurlijk bespreekbaar maken in die podcast. Het gaat niet over, nou vertel eens even hoe je carrière, hoe fantastisch het allemaal. Dus daarmee laat je wel een hele andere kant ook zien. Ja, klopt. Wat ik al zei is we laten echt een mens achter de atleet laten we naar voren komen. Zelfs een stukje trauma's die er naar voren komen. Dat hun ouders er niet bij was, hun vader niet bij was, zijn dus hun jeugd, waardoor ze op die manier hebben gehandeld, waardoor ze nu weer een verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Eigenlijk kom je echt erachter hoe die persoon er eigenlijk is. Want je ziet zo iemand, zie je alleen 90 minuten op het veld. Ja. En als die een tackle maakt of hij scheldt een scheidsrechter uit, dan wordt hij al heel snel arrogant genoemd of een klootzak genoemd. Ja. Maar eigenlijk zijn het allemaal mensen. Ze zijn super aardig. Ze hebben allemaal een verhaal. En ze hebben allemaal struggles. En hoe gaan ze daarmee om? Dat is juist heel mooi om dat op beeld te brengen. Ja. Maar jullie begonnen dus met de stichting Play Mental. Ja. Daarna met de House of Acceleration. Omdat er veel topsporters, voetballers waren die graag mentale coaching van jullie wilden hebben. Klopt. En als laatste nu sinds een maand of twee de podcast Building Bridges. Ja, klopt. Klopt. Tof hoe dat dan zich ontwikkelt en hoe dat gaat. Ja, dit is allemaal een... Had je 2 jaar geleden denk ik niet gedacht toen je stopte. Nou, jawel. Wel? Ja, wat heel veel mensen niet weten is dat ik denk een jaar of 8 geleden, toen heb ik dat allemaal opgeschreven. Dus ik ben allemaal gaan manifesteren, visualiseren. En allemaal opgeschreven van oké, is goed. Wat wil ik nou doen op het moment dat ik gestopt ben met mijn carrière? Hoe wil ik mijn tijd invullen? Hoe mijn dagen invullen? En hoe kan ik herinnerd worden als mens en niet als voetballer? Dat is voor mij veel belangrijker. Je kan nog zoveel goede wedstrijden hebben gespeeld. Ik kan in Engeland gespeeld hebben, in Spanje gespeeld hebben. Maar wat zegt dat? Eigenlijk niks. En hoe kan ik zoveel mogelijk impact maken? En waar kan ik iets nalaten wat eigenlijk nieuw is, wat er nog niet is? Dus 8 jaar geleden ben ik allemaal dingen gaan opschrijven. Waaronder dus dit. En dit was eigenlijk een logisch gevolg, een logische volgorde eigenlijk waar we nu mee bezig zijn. Er komen nog veel meer dingen aan hoor. Wat heb je nog meer opgeschreven? Daar ben ik dan benieuwd naar. Wat komt er nog aan? kunnen we dat vertellen? Geef ons even een primeur. Kom. Nee, maar ik bedoel gewoon meer in je leven. Of hoe wil je herinnerd worden? Als je er ooit niet meer bent, die dag gaat een keer komen. Ja, ik hoop nog. Ik hoop wat nog wil je dan dat de mensen tijd over jou zeggen? Gianni Zuiverloon was een... Allereerst een fantastische vader. En ten tweede een fantastisch mens die zijn steentje heeft bijgedragen om eigenlijk de wereld een beetje beter te maken. Die de voetballerij iets heeft gebracht wat er nog niet was. Vooral een goed mens, een oprecht mens. En dat is voor mij veel belangrijker dan... wat een goede voetballer was, hij zegt. Ja, dat of hoeveel panden je hebt. Sorry? Of hoeveel panden je hebt. Ja, nee, dat is ook niks. Dat is leuk voor mijn zoon later. Maar ik vind dat je gewoon een goed mens moet zijn. Ja. Klinkt allemaal heel zweverig, of niet? Nee, vind ik niet. Niet? Nee, dat denk ik weet zeker voor de luisteraars van onze podcast ook niet. Okay. Nee, dat zijn wel echt... Maar dat opschrijven, dat visualiseren, manifesteren, is dat ook bijvoorbeeld door een boek zoals The Secret? Of hoe ben je daarbij terechtgekomen? Heb je die gelezen? Volgens mij heb ik die ook gelezen. Ik heb ook de serie op Netflix gezien, ja. Ook daarvan. Een boek wel beter trouwens dan... Waar ik nu al een hele tijd mee bezig ben, en dat is eigenlijk ook sinds India is dat nog meer naar voren gekomen. Dat is... mediteren, yoga, visualiseren, manifesteren. Omdat ik vind dat op het moment dat je dingen gaat visualiseren en je gaat het dagelijks doen, dan wordt het je eigen.
En dan ga je natuurlijk ook manifesteren. Je gaat het uitspreken. En je woorden hebben zoveel kracht. En dat weet men niet. Tenminste, men weet het wel, maar ze beseffen het zeg maar niet hoeveel kracht het heeft. Ja, het kan twee kanten op werken. Dus als jij zegt van ik heb er geen geld voor of ik ben niet rijk of wat dan ook, dan is dat wat de precies, realiteit gaat inderdaad. Worden. Als jij... Inderdaad. Dus je moet jezelf dagelijks, dat is ook wat we tegen onze spelers zeggen, je moet jezelf dagelijks positiviteit moet je inpraten, uitspreken, naar jezelf kijken in de spiegel en gewoon zeggen wat je vindt dat er moet gebeuren. Bijvoorbeeld ik, dat is denk ik het mooiste voorbeeld van mezelf. Ik heb sinds mijn 19 heb ik gezegd, ik ga mijn eigen huis bouwen. Ik ga genoeg geld verdienen. Zodat dat mijn trofee wordt. En zodat mijn familie daar bijeen kan komen. En uiteindelijk... Ik ben nu wel heel benieuwd hoe die trofee, hoe dat huis... Zal ik je zo laten zien. Zal ik je zo laten zien. Is die trouwens ook precies zoals jij gevisualiseerd had? Nee, dat niet. Nee? Nee, nog mooier. Ja, ik vind van wel. Kijk, ik wilde eerst zo'n... hoe heet zo'n huis? Iedereen heeft eigenlijk zo'n huis die zeg maar een vrijstaand huis heeft. Zo'n, hoe noem je dat? Jezus, nu kom ik niet op die namen, jongens. Ja, we wachten ook nog op die aannemer in Emmeloord. Jezus, hé. Mag ik even op mijn telefoon? Ga ik het even opzoeken? Ja, zo meteen. Nee, maar... wat wilde ik zeggen? Ik ben uiteindelijk... kwam ik op het idee van ja, iedereen heeft zo'n huis. Dus waarom zou ik ook zo'n huis moeten bouwen? Dus toen ben ik aan de slag gegaan met een architect. En ik heb in Spanje gewoond, in Mallorca. En daar heb je van die prachtige huizen, witte huizen. En toen dacht ik, ja, ik wil dat ook. Ik wil ook zo'n huis. Ja. Ja, lekker man, ik kom net uit Nerga, vlakbij Mallorca. Dus, ja. Jij wilde iets unieks, een unieke trofee. Ja. Ja, en dat was voor mij echt... daar ben ik echt super trots op. En dat mag iedereen weten van mij. Snap ik. Ja. Hey, wat zijn zo wat reacties die je gekregen hebt van ex-topsporters of huidige topsporters? Want je vertelde net voordat we met de opname begonnen hoeveel berichten je krijgt. Kan je ons wat reacties vertellen? Wat zou je dan zo wel zeggen? Ja, allemaal positieve reacties. En meer dan we in eerste instantie zo snel hadden verwacht. Want je laat een andere kant zien van jezelf. Want als je de podcast beluistert, dan leer je ons ook kennen door de podcast heen. We stellen onszelf heel erg kwetsbaar op. En we krijgen van spelers te horen dat ze echt super blij zijn met de podcast. En dat ze zichzelf heel erg kunnen vinden in wat er wordt gezegd. Dat ze er heel veel aan hebben. Heel veel jongens die struggelen in het buitenland met een stukje eenzaamheid of prestatiedruk. En als je dat dan hoort van iemand anders, dan krijg je berichten van ik ben zo blij dat jullie dit doen. En we eigenlijk wachten ze elke week op een nieuwe aflevering. Waar is wekelijks? Ja, elke maandag komt er een nieuwe aflevering komt er online op Spotify en YouTube. En ik kreeg op LinkedIn krijg je ook elke keer berichtjes. Was zelfs zelfs een man die schreef: "Nou, ik ben zo blij dat jullie dit doen. Ik zit nu midden in een burn-out en dit helpt mij door die burn-out heen om daar goed uit te komen." Ja. En, vond je dat niet in het begin heel, heel bizar dat je dacht van... Ja. Want ik heb dat wel ook. Dat ik heb daar toen ik met deze podcast begon nooit over nagedacht. Want ik weet nu van, ik wilde gewoon toffe gesprekken voeren van mensen waarvan ik graag het verhaal wilde weten. En dat we dan ook het op zouden nemen met wie dat dan wilde luisteren, zouden delen. Ja. Maar ik had nooit echt nagedacht. En dan hoop je natuurlijk dat het ook beluisterd of bekeken wordt. Ja. Ik had nooit nagedacht over de impact die dat dan weer maakt op mensen hun leven. En die reacties die je dus krijgt. Want ik krijg ook dat soort van, je hebt door de coronaperiode heen gesleept. Of dat van, oké, weet je wel. Hoe is dat bij jou? Het is natuurlijk wel iets dat je hoopt dat gaat gebeuren. Omdat we hebben natuurlijk, we zijn deze podcast voor een reden, zijn we dit gestart. Ja. Maar dat we zo snel al zulke goede reacties zouden krijgen, hadden we niet verwacht. En ook uit verschillende hoeken waarvan we dachten, oké, dat is echt wel heel erg leuk dat jullie er ook naar luisteren.
En wat voor mij eigenlijk het meeste opvalt, is dat ik nu niet meer word herkend als voetballer op straat, maar ik word herkend als, hey, Building Bridges, jullie podcast is echt leuk, man. En ga zo door. Dus ja, dat vind ik echt wel, dat vind ik fantastisch. Ja, ja. Tof. Ja. Wat is nou de ultieme brug die jullie willen bouwen met de podcast, met Building Bridges? Ja, dat is een goede vraag. Ja, weet ik. Dat is een goede vraag. Zou ik een keer wat mee moeten doen? Ja, precies. Een keer een podcast. Doe eens wat met die vragen van je, man. Nee, daar zitten we dus elke keer zitten daarover na te denken. We willen natuurlijk veel meer mensen bereiken. We willen een stukje laten zien wat de mens is achter de titel. We willen bruggetjes bouwen hiermee. We willen laten zien dat de struggles of hetgeen waar iemand mee kampt, dat zij niet alleen daarmee zitten, maar dat iedereen die gaat wel eens door vervelende periodes heen. We willen dat doen door ook nog een stukje, hoe zeg je dat, een stukje gezelligheid en lachen en humor erin te brengen. En dat lukt ons volgens mij wel aardig, want Edson en ik zijn echt... Volgens mij valt het met jullie helemaal niet te lachen. Ja. Nee. Nee, precies. Maar we willen gewoon zoveel mogelijk mensen bereiken. En wat we nu zien is dat we willen de volgende generatie eigenlijk helpen en voorzien van informatie zodat ze daar wat aan hebben in het verdere verloop van hun carrière of hun leven. Ja. En we merken nu al dat jongetjes van 10, 11, 12 jaar, die kijken onze podcast ook. En dat is zo belangrijk, dat ze die verhalen horen van dat soort jongens. Ja, want met Play Mental is dat ook een beetje jullie doelgroep, toch? Want daar geven jullie vaak ook workshops op scholen en sportverenigingen. Ja, ja. En dat is vooral voor tieners en jonge volwassenen. Klopt. Dus ja, ik denk als je echt een impact wil maken of verandering, dan is het meestal het belangrijkste om echt bij de jeugd te beginnen, toch? Precies. Ja, dat is daarom wat ik al zei. We hebben dit allemaal vanaf het begin opgeschreven en het is een soort driehoek wat we aan het maken zijn. Of wat we nu hebben. En alles versterkt elkaar. Ja. Want we kunnen de podcast weer gebruiken voor bij de stichting. En de podcast kunnen we weer gebruiken voor bij House of Acceleration. We kunnen House of Acceleration weer gebruiken voor de stichting. Dus het versterkt elkaar allemaal. En om zo zeg maar de weg omhoog te vinden. Ja. En zoveel mogelijk impact te kunnen maken. Ik moet zeggen dat we in een jaar tijd, we bestaan nu, de stichting was het eerste. We staan nu sinds januari bestaan we een jaar. En ik sta echt versteld van wat wij nu hebben gedaan binnen een jaar tijd. Door alle mensen die samen met ons werken, die geloof hadden in het idee eigenlijk. Want je komt met een idee, maar hoe ga je dat dan doen? Hoe vind je de juiste? Abstract, hoe vind je de juiste mensen? Ik bedoel, wij hebben 17 jaar lang hebben wij gevoetbald, daar hebben we niet gestudeerd ervoor. Dus wat ga je dan doen? Ondernemen, je komt ineens in het ondernemerschap. Hoe vind je de juiste mensen om je heen die je vertrouwt en die je waarin je gelooft en die ook geloven in jou? Ja. Nou, dat is... En als ik kijk naar de site van Play Mental, die er echt super dik uitziet trouwens. Complimenten daarvoor. Dank je. Kan je in contact brengen met hem? Dan hebben jullie een mooi team staan ook. Goede ambassadeurs. Jan van Halst, Gregory van de Wiel zag ik. Ryan Sunny Babel. Sunny James. Ja, Sunny James. Er komen nog een aantal hele leuke aan. Ja, moet ik zeggen. Dus het heel gaaf om te zien hoe je dan in zo'n korte tijd dat idee tot realiteit hebben gebracht. Maar ook andere mensen van grote naam daarachter hebben gekregen. Ja, dat zeg ik je. Je moet mensen eerst gaan overtuigen, omdat het is iets nieuws. Het is er nog, het was er nog niet. Nee. En dan moet je met een verhaal komen. En dan moet je met zoveel passie en emotie moet je verhaal gaan doen. En mensen doen geloven dat waar je voor staat, dat het voor een goed doel is en dat je de mensen mee kan helpen. En op een gegeven moment gaan mensen inzien van, hey,
waar jullie mee bezig zijn, dat is gewoon echt gewoon goed. En dat is niet om onszelf te verrijken. Want de stichting, we hebben ambi-status. Dus we mogen niet winstgevend zijn. We doen het puur omdat we zien van... hey, dit hebben de nieuwe generatie, heeft dit nodig. Ja. En als je dan ziet dat er zoveel mensen zijn die erin geloven... ja, dat is mooi, zeg maar. Ja, want je zegt de nieuwe generatie heeft dit nodig. Ik schrok wel van de cijfers die jullie op de site onderaan hebben staan. Hè? Ik kan er even een paar opnoemen. Maar 1 op de 7 mensen heeft last van mentale klachten. 1 op 3 scholieren heeft last van druk aan de verwachtingen die ze van zichzelf hebben of die anderen van hun hebben. 1 op de 7 Nederlandse tieners heeft depressieve klachten. Met nou ja, soms ook zelfs zelfmoordneigingen tot gevolg. Ja. En 4 op de 10 jongvolwassenen is minder gelukkig dan voor COVID. Ja. Dus er is wel serieus werk ook aan de winkel. Ja, zeker. Ik bedoel, je kan nooit iedereen helpen. Maar wij zijn al lang blij als we geven ook inspiratiesessies. We geven workshops en dan zitten ze, dan geven we inspiratiesessies voor 70, 80 man. En dan zie je er... Heel vaak zie je er 3, 4, 5. Dan zie je zeg maar dat die knop zie je omgaan. Dan heb je een zaadje geplant en dan komen ze daarna komen ze even naar je toe. Van hé, maar wat bedoelen jullie daarmee? En hoe kan ik daarmee omgaan? En ik zit zelf ook niet lekker in mijn vel. En dan weet je van dit is fantastisch. Echt gewoon een super gevoel. En je weet dat je niet iedereen kan bereiken. Niet iedereen slaat het aan. Maar je plant wel elke keer zaadjes. Ja, misschien slaat het ook nog niet aan op dat moment. Maar heb je ook daar een klein zaadje geplant. Dan heeft dat gewoon even tijd nodig. Precies. Voordat dat... Ja, het is en niet bij iedereen meteen direct zichtbaar. Of... Nee, zeker niet. En dat is ook niet erg. Maar we willen gewoon zoveel mogelijk jeugd en jongvolwassenen bereiken. Omdat zij gewoon aan de slag gaan met zichzelf. En... Kijk, je hebt natuurlijk, wij zijn bezig in een voorstadium. Dus we zijn preventief bezig. Omdat ja, op het moment dat je zeg maar echt naar de depressiekant gaat, ja, dan moet je echt met een psycholoog gaan praten. Maar op het moment dat je bewust wordt van je eigen gedachten en je gevoel en emoties, dan kan je er al wat sneller zelf mee aan de slag gaan. Ja. En daar zijn we mee bezig om die bewustwording te creëren. Dus dat is echt... Mooi. Ja. Hey, je zei nog... ik geloof op jullie site van Play Mental. Als ik zo iemand naast me had gehad... dan had ik andere keuzes gemaakt. Welke andere keuzes had je precies gemaakt? Om een voorbeeld te noemen... Je bent als jonge jongen, en dan heb ik het puur over het voetbal, dan gaan er 1 miljoen gedachtes gaan door je hoofd heen. Je vindt jezelf fantastisch, je bent de beste, niemand moet je wat vertellen, je krijgt opeens heel veel geld, je krijgt status en noem maar op. En niet iedereen die weet daar op een goede manier mee om te gaan. Ik kon niet tegen onrecht. Kan nog steeds niet tegen onrecht. Nee. En ik kon daar soms wel eens op een verkeerde manier kon ik daar mee omgaan of op reageren. Bijvoorbeeld bij Feyenoord was er een moment, speelden we een oefenwedstrijd in Engeland, was in de voorbereiding. En ik zou eigenlijk tweede helft zou ik invallen en op een gegeven moment val ik niet in. En we vliegen terug naar Nederland. En ik was natuurlijk boos. Ik was 17 jaar, maar ik was boos. we moeten diezelfde dag moeten we uitlopen. En degene die niet hebben gespeeld, die moeten sprintjes trekken. En die trainer, dat was toen de tijd, was nog Erwin Koeman. Die zegt tegen mij, Johnny, iedereen die niet gespeeld moet op 70% moeten ze sprintjes trekken over het hele veld. Oké, is goed. Dus ik trek sprintjes, 70%. Samen met al die andere jongens, was nog met Dirk Kuyt, met Kalu... Shinji Ono, wat echt een geweldig team. En die liepen allemaal, volgens mij weet hij nog welke tijd het was. Was een geweldig team of niet? Ja, zeker. En met Hossam Ghali, ja, die ook nog erbij. Dus iedereen loopt op 70% en ik ook.
En op een gegeven moment zegt die trainer zegt tegen mij van... Johnny, je bent 17 jaar, jij moet op 80 of 90% lopen. Ik zeg, hoezo? Ik zeg, ik ben toch gewoon... ik doe toch gewoon mee, ik doe wat jij zegt. Ja. En ik natuurlijk grote mond. Ja. En eigenlijk moet je als 17-jarige, moet je gewoon je mond dicht houden. Ja. Moet je gewoon vooraan lopen. En als die trainer zegt 80%, dan moet je 80% lopen of 90%. Maar ja, ik voelde me weer te trots. En als ik toen iemand had gehad waarmee ik rustig kon praten, waarmee ik anders kon reageren. Ja, om die teleurstelling eerder een plek te geven. Precies, want dat kwam natuurlijk van de dag daarvoor. Van ik heb niet gespeeld en wat een klootzak en bla bla. En als iemand dan gewoon nog zegt, Johnny, doe nou rustig. Ja. Ja, je bent 17 jaar. Als je een wedstrijd niet hebt gespeeld, nou, dan speel je de volgende. Keihard werken. Je hebt nog een hele carrière voor je. En volgens mij werd ik een maand later verhuurd naar RKC. Omdat die trainer vond, ik ga jou niet gebruiken. Je hebt een te grote mond. Dat is voor mij is het wel goed afgelopen. Want ik speelde een fantastisch jaar bij RKC. Ik werd verhuurd. Alleen dat zijn momenten dat je toch iemand had gehad. Had gehoopt dat je die had gehad tijdens de carrière. Die eigenlijk je gedachtes wat konden balanceren, wat meer rust in je hoofd kon geven tijdens je carrière. Waardoor je dus betere keuzes zou maken. Ja. En dat weer beter zou uitpakken voor de rest van je carrière. Dat was mijn verhaal. Dat was mijn spreekbeeld. Ja, precies. Mooi. Hey, en een van de boodschappen die jij, we gaan langzaam hem afronden, die je mee wil geven, is ook al heb je niet gestudeerd, kom je uit een andere wereld. Als jij een duidelijk doel hebt en een goede mindset, dan is in principe alles haalbaar. Ja. Heeft dat nog toelichting nodig? Nee, dat was het. Nee, ik als ik kijk naar mezelf, ik ben op mijn 17e ben ik gestopt, HAVO gedaan en daarna ben ik gaan voetballen. Ik heb voor de rest niks meer gedaan. Ik heb mezelf, wat zonde is hoor, ik heb mezelf niet verrijkt met meer educatie. Ik ben vrij laat begonnen met boeken lezen. Ik kon nog een studie doen eigenlijk als ik wist dat ik zoveel extra tijd had en er eigenlijk niks mee deed. Maar ik wist van mezelf wel op een bepaalde leeftijd wat ik wilde gaan doen. Ik had een duidelijk doel voor ogen. Ik heb ervoor gezorgd dat ik... ik heb zelf niet gestudeerd. Maar ik heb wel de juiste mensen om me heen verzameld. Volgens mij was het... er is een artiest in Amerika. Volgens mij was het 50 Cent, volgens mij. Of Jay-Z. En die zei van... ik ben niet naar Harvard gegaan. Maar ik heb wel mensen die voor me werken die op Harvard hebben gestudeerd. En dat is... Slim. Ja, precies. En dat... Die woorden zijn voor mij zo belangrijk geweest. Dat het als je een duidelijk doel hebt, een duidelijke visie hebt. En als je dat weet te visualiseren en te manifesteren. En de juiste mensen om je heen verzamelt. Wat wij dus ook hebben gedaan. Dan is je kans van slagen is vele malen groter. Ondanks het feit dat je eigenlijk geen studie hebt gedaan. Is dat een van de sleutels naar succes om, of je nou topsporter bent of ondernemer zoals je nu aan het doen bent, een sterk team om je heen te bouwen? Ik denk het wel. Ik denk, ik weet niet of je dat zelf ook kan beamen als ondernemer, maar alles valt of staat met het team dat je om je heen hebt gebouwd en twee weten meer dan één en drie weten meer dan twee. Ja. En alleen je moet wel de juiste mensen om je heen verzamelen die je vertrouwt. Ja. En dan heb je gewoon een vele malen grotere kans van slagen. Ja, nee, zeker. Ik kan het wel beamen. Ik geloof daar wel echt in dat veel bedrijven leggen ook de focus heel erg op hun klanten. Zeggen de klant is koning. Ik denk eigenlijk dat je vooral dat op het team zou moeten doen. Want die helpen uiteindelijk die klant en zorgen ervoor dat... Wij zeggen altijd van, wij hebben niet mensen die voor ons werken, maar we werken samen. Dit is van ons allemaal. Ja, dat is inderdaad wel grappig. Gary Vee, die ken je vast ook. Ja, die zegt dat ook wel van dat sommige ondernemers denken van dat mensen uit het team voor hun werken. En hij zegt nee, dat is onzin. Ja. Want jij werkt als ondernemer voor hun. Ja. Voor jouw mensen uit het team. Jij moet hun. Dat is interessant. Ja.
Any final famous words voor de kijkers of de luisteraar? Met name misschien jongeren die wat mentale uitdagingen hebben. Wat zou jouw tip zijn? Ga allemaal naar Playmental, zou ik zeggen. Ja. Check de Building Bridges podcast. Elke maandag. Inderdaad, check de podcast. Ik ben hier niet op voorbereid. Je verrast me een beetje. Check de podcast. Want dat is, er wordt heel veel informatie gedeeld. En als jullie willen dat we naar de scholen komen of naar bedrijven met de stichting, dan zijn we te vinden op playmental.com. Ja. En ik denk dat het goed is. Ja, we hebben misschien wat minder jonge kijkers en luisteraars dan jullie. Maar zijn we ouders? Zijn wel ouders. Maar vooral denk ik dat je het gesprek aangaat. Ja. Hè? Of je nou, want jullie hebben ook een aantal organisaties weer op jullie website staan van Playmental. Ja. Ik geloof de kindertelefoon, maar ook hoe heet die andere? En nu ga je me. Er zijn plekken waar je naartoe kan gaan om dingen bespreekbaar te maken. Zeker. Ook als dat niet in je eigen omgeving kan. Zeker. En wij zeggen altijd, ik denk dat dat wel een goede afsluiter is. Dat kwetsbaarheid is een kracht en geen zwakte. Ik had inderdaad geen betere afsluiting kunnen bedenken. Dus Johnny, mag ik jou hartelijk bedanken? Jij ook bedankt dat ik hier kon zijn en mijn verhaal kon doen. Superleuk. En natuurlijk weer een beetje afkijken wat we allemaal mee kunnen nemen in onze eigen podcast. Maar ik vind het superleuk en ook mooi wat je doet. Nice man, dankjewel. Jij weer bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende aflevering. Superleuk dat je keek naar deze aflevering van Zo Word Je Steenrijk. Kan je niet genoeg krijgen van deze podcast? Wil je meer financiële kennis hebben? Vergeet dan niet om je te abonneren op ons kanaal. Doe dat duimpje even omhoog en laat een reactie hierachter onder deze video. Dan ben jij als eerste op de hoogte wanneer er weer een nieuwe aflevering voor jou online staat. En daarnaast help je ons er ook heel erg mee, zodat wij deze waardevolle en gratis content voor jou kunnen blijven maken. Ik zie je heel erg graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk.